Is die vrouw ook op dat moment seksueel geïnteresseerd en probeert haar man te verleiden, wat vaak wel lukt. En dan intuïtief leggen we dan de associatie, omdat we het eten hebben enerzijds en de liefde die daarna bedreven wordt anderzijds, dat liefde door de maag gaat. Maar het is dus eigenlijk niet waar. Verliefd is in je buik als je verliefd bent. Dat heeft ermee te maken dat verliefd zijn heel spannend is. Als iets spannend is, dan maakt ons lichaam altijd adrenaline. En adrenaline zorgt ervoor dat de bloedvaten zich terugtrekken. Bijvoorbeeld uit de huid als we een tijger zien. Want ja, als die tijger ons bijt, dan kunnen we bloed verliezen en dan worden we bleek. Maar ook als we de trap opgaan naar onze geliefde, dat is ook heel spannend. En dan produceren we ook adrenaline en dan trekt het bloed zich terug uit de spieren van de maagwand. En die maagwandspieren krijgen daardoor te weinig zuurstof en die gaan daardoor spontaan contraheren. En onze hersenen maken daarvan een tintelend gevoel dat we ervaren als vlinders in onze buik. En dat is het dus wat er gebeurt. Het korte antwoord is nee. Het is een misconceptie. Hoe komt het dat we zeggen liefde door de maag? In onze 12-vingerige darm wordt het hormoon CCK gemaakt. En dat CCK-hormoon dat onderdrukt ons hongergevoel. Er zijn vele hormonen die onze eetlust regelen, maar CCK is er één van. Tijdens de cyclus van de vrouw, totdat de vrouw na de menstruatie, totdat de vrouw haar eisprong krijgt, wordt dat CCK veel gemaakt. Dus dan heeft de vrouw relatief wat minder honger. Maar tijdens de eisprong gaan die CCK-niveaus naar beneden. En het gevolg is, die vrouw die krijgt honger. En die gaat dus koken voor haar man. Maar 's avonds heeft ook haar eisprong, heeft ze ook veel zin in seksuele gemeenschap. Dus dat gaat ze ook doen met haar man. Dus er wordt die avond ook nog gevreden. En intuïtief hebben mensen dan die twee zaken gelinkt. En zeggen ze, de liefde gaat door de maag. Maar het is dus niet zo. Het zijn twee onafhankelijke processen. Dat heeft ermee te maken dat in onze hersenen hormonale veranderingen plaatsvinden op het moment dat we verliefd worden. En een van de belangrijkste hormonale veranderingen die we hebben is de productie van het zogenaamde oxytocine. Oxytocine is een hormoon dat heel belangrijk is bij het ontdekken van die acute gevoelens van verliefdheid. Nou, dat oxytocine doet heel veel zaken in het lichaam, maar het heeft ook een effect op de zogenaamde nucleus accumbens in onze hersenstam. En die hersenkern die regelt onze eetlust. Dus op het moment dat daar oxytocine terecht komt, dan gaat die hersenkern minder signaal geven dat we moeten eten. Dus dan verliezen we onze eetlust. En veel mensen die verliefd zijn, verliezen ook wat gewicht.